Ik ben Stephanie en dit is Bills. Bus uit de future. Statistisch deskundigen, sociologen en psychologen hebben zich gebogen over de toekomstige samenstelling van de Nederlandse bevolking. En Nederland ziet er over 50 jaar veelbelovend uit. Meer Polen en meer bejaarden. Ja, maar dat zijn echt mijn lievelingsbevolkingsgroepen. Mensen die bijna sterven en mensen die voor heel weinig sterven. Dat wordt echt de hemel op aarde. Nieuws uit de showbiz. Ah! Dit is echt zo verschrikkelijk verdrietig nieuws. De SP wil belspelletjes verbannen van de Nederlandse televisie. En je weet het, als Jan Marijnissen iets wil, tja, 10 van de 10 keer gebeurt dat dan ook. Het is echt zo erg. Mijn hele toekomst staat op het spel. Ik dacht altijd Bus als opstapje te gebruiken naar het grotere werk. Ik had mijn sollicitatiefilmpje al gemaakt. Kan ik? Oké. Nou, dames en heren, welkom bij Raadtet. Ik zoek een 4-letterwoord. Het begint met een B en eindigt op Z. Ik zoek een klinker. Oké. Nou, als je het weet, bel dan. En als je nu ergens anders naar kijkt, schakel dan nu over naar mij. En het is niet makkelijk. Nikki, Natasha, Kiki. Vrouwtje. Mama. En Sarah! Natuurlijk ook weer. Allemaal. Hey, bedankt voor het kijken. Wat een ben. Een bus over mij. Voel je je niet gediscrimineerd vanwege je huidskleur, maar wel vanwege je leeftijd of seksen? Dan kun je sinds kort terecht bij artikel 1. Dus ook witte mensen mogen nu klagen. Vraag je, waar is het fucking meldpunt voor fucking lekkere mensen zoals fucking ik? Want wij hebben het ook moeilijk. Als je vandaag de dag mooi bent, dan word je door iedereen uitgekotst. Ik word ook gediscrimineerd. Ik wil ook een meldpunt. Ik wil ook een meldpunt. Ik moet een meldpunt. Het was Bus. Doei.